Nou, we staan nu op het terrein van het Abad. Hier komt de Knarrenhof. In totaal zijn het 48 woningen. Op dit moment staan we ongeveer hier. Dus hier komt eigenlijk een rij woningen te staan. Hier komt een binnentuin. Dan komt daarachter komt er nog een straat. En dan heb je daar nog twee hofjes. Dus in totaal zijn het 1, 2, 3 hofjes voor 48 woningen. We hebben eigenlijk geselecteerd op leuke buurmannen en buurvrouwen. Wij selecteren op mensen die hun buren wel willen helpen. En dan word je later zelf ook geholpen. En dan is het sociale aspect dus heel erg belangrijk. Dus eigenlijk is dat wel heel erg bijzonder aan het Knarrenhof. Dat we juist dat sociale, dat de mensen die bij elkaar passen, dat we dat eigenlijk centraal hebben gesteld. Het is werkelijk geweldig om na 5,5 jaar werken nu straks in april de stad bouwen te zien. En dan zie je de tekeningen uit de grond reizen zo langzamerhand, wat je vaak voor je hebt gezien op papier. Dat is gewoon prachtig. We komen van heel ver. We hebben in het begin steun van de provincie Overijssel gehad, maar verder jarenlang onbetaald dit werk gedaan. Dus het is fantastisch dat het nu daadwerkelijk van de grond komt.